Als trouwe supporter heb ik het hartstikke moeilijk. Maar ik wil niet alleen natuurlijk. De supporters die daar richting Alkmaar zijn geweest, die spelers mogen rustig de supporters het geld teruggeven. Die hebben daar bloed, zweet en tranen om in de poen te komen en dan zo'n wedstrijd zien, schande. En spelers, jullie hebben de trainer ook mooi in de steek gelaten. Ik zou me kapot schamen als ik jullie was. Zo, het is te goed, ik heb het gezegd. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Welkom bij aflevering 33 en 34 van NEC. Je zult wel denken, hè, hij had de schoenkespet niet op. Maar in het godshuis mag je geen petten dragen. Zelfs ik niet. En wie kennen ze toch wel, dacht ik zo. Ja, we zijn hier in de kapel. We gaan wat bidden voor de club en een kaarsje opsteken. Dat het allemaal weer goed komt. Even over jong Ajax. Die vlierenfluiter, Christian Mulder, die is gevraagd voor de dierentuin in Emmen. Om bezoekers naar binnen te fluiten. Hij mag in de volière beginnen. Ook de Jos die band wil hem hebben. Hij schijnt onmogelijk mooi te kunnen fluiten. Joey van den Berg heeft 3 rode vrijkaartjes van hem gekregen. Jong AZ, de kaasmakers. Die hebben de kaas gehaafd op die oude kaas van ons gebroed. 4 plakken eraf geschaafd. Mag het een nonchje minder wezen, 4-0. Man, wat was het weer slecht. En dan moet je op maandagavond een wereldreis maken. Naar Weidewormer. Hoe de fuck, wellicht dat gat ergens. Favoriete spelers, ik had deze keer de technische staf gedacht. Met al hun voetbalervaring. Met deze staf zou menige club jaloers zijn. Maar bij ons lukt het niet. Jammer, je moet natuurlijk ook het goede materiaal hebben. Dan hoor ik net dat Jack de Gier en Patrick Pothuizen op non-actief zijn gesteld. Nou, Adrie Bokhoff, succes dan. Want jij zal het wel af moeten maken. Van de oude garde blijft niks meer over zo. Tegenstander op maandag, Jong PSV. Zet de mislampen maar vast aan om het doel te kunnen vinden. Laat zien dat je een team bent en pezen. En vecht voor elke meter en niet zo'n slappe hap. Ik zeg, kom op dan. Of moeten we weer in het donker de keukenkeldercompetitie in? Laat ons licht in Eindhoven ook eens een keer schijnen. Het wordt de tijd dat we weer punten gaan pakken, anders kunnen we het shaken. Dan halen we niks. Voorspelling, ik durf bijna niks meer te voorspellen. Zou het toch een keer weer lukken om te winnen? Ik hoop het. Als trouwe supporter heb ik het hartstikke moeilijk in deze tijd. Maar ik troost me, ik ben niet de enigste. Ik heb toch nog een positief bericht voor jullie. Ze komen eraan. Op naar de toekomst. 4 jeugdspelers gaan vandaag een contract tekenen. Mijn dokter zit tegen me in, je kunt maar 57 willen. Maar dat ben ik toch al, dokter? Nou, zie je wel, zei hij. Ik zei het toch? Nou, RN7, 87 kaartjes, 50 centen. Dat wordt een rekening van 43,5 euro. Hè? Hij komt er aan, hè? Nou, hou je, hè? Ik zal maar beginnen om al de keersjes aan te steken.